Ondanks een negatief advies van welstandscommissie Hoes en Hiem wil de Leeuwarden gemeenteraad doorgaan met de herinrichting van het Europaplein. Alleen het centrale middendeel moet zo'n 30 centimeter lager komen. Dan kun je nog steeds het hele plein overzien. De raad had maar een paar keuzes. Stoppen, een nieuw ontwerp of doorgaan. En het advies van Hoes en Hiem negeren. Er werd dus voor het laatste gekozen met kleine aanpassingen. Het plan nu afblazen zou een enorme financiële aderlating voor de gemeente Leeuwarden zijn geweest, omdat medefinanciering door andere overheden dan in gevaar zou komen. Nog voor de vakantie hoopt wethouder Thea Koster met een aangepast plan in de gemeenteraad te komen. Het totale project kost 14 miljoen euro.